Maar Jan Verhaert, burgemeester van Grobbendonk. De start van de grote prijs, Rick van Looy, de derde. Wat een aantal supporters, zeg. Fantastisch, hè? Fantastisch, hè? We weten dat ook de Grobbendonkenaars Rick van Looy een heel warm hart toedragen. Het is ook terug een officiële koers. Het is fijn om te zien dat er zoveel mensen naartoe komen. Ja, ja, er wordt nu gereden van Rick tot Rick. Heb jij zelf al even met de fiets van Rick tot Rick gereden? Al regelmatig. Nu, afgelopen week nog niet, maar binnenkort zal ik dat zeker doen. Ja. Zeg, mevrouw de burgemeester, toch een massa supporters. Er was gezegd, publiek komt niet naar de start, straks op de grote markt wel, hè, nog altijd volgens de coronaregels, maar hier in Grobbendonk, dat bewijst nog maar eens dat Rick nummer 1 is hier in het dorp. Hoeveel supporters heb je geschat? Dat durf ik niet zeggen hoeveel mensen hier vandaag aanwezig zijn. Dat durf ik niet zeggen. We hebben natuurlijk het geluk dat vandaag de maatregelen, de versoepelingen terug aanvatten of mogelijk zijn. Dus heel goed dat kan, hè. Dat iedereen hier kan aanwezig zijn. Hoe zijn de reacties op het prachtige borstbeeld hier heel aan het Astridplein? Heel positief, heel positieve reacties. Ook naar de kunstenaar toe. Heel positieve reacties ontvangen. We zullen blij zijn als er nog een wandelpad rond ligt, zodat de mensen ook al wandelend er voorbij kunnen. En daar zullen we binnenkort. Er komt dus nog een wandelpad hier in Grobbendonk. Dat gaat heten, Rick van Looy. Nee. Er komt rond het standbeeld nog een wandelpad, zodat mensen ook al te voet het standbeeld, het borstbeeld kunnen bewonderen. Ja, wat duur. Rick van Looy, de derde prijs is, heb jij net gevlacht voor het vertrek. Ja, afgevlacht, ja. een positieve gegeven, die grote prijs, dacht ik, Rick. Maar wat belangrijk is, dat we vaststellen dat er ontzettend veel supporters ook hier in Grobbendonk aanwezig zijn, niet? Ja, je stelt dat vast, maar ik vind dat maar normaal, hè. Ik zei wel van Grobbendonk, hè. Ja, dat hebben we. Ik woon wel in Herentals al 40 jaar, 50 jaar, ik weet het al meer. Maar ja, dat blijft altijd. Ik heb hier 20 jaar gewoond. Ik doe de groeten aan jou. Ja, zeker. Ja. Dat doet altijd niet, hè. Dat is normaal. Hè. Waarom vertrekken ze in Grobbendonk? Ja, dat maakt van inzin. Ja. Zeg, in het borstbeeld, ongelooflijk veel goede reacties, zegt net ook de burgemeester van Grobbendonk. Ja, dat zou wel hebben, de gemeente zelf. Hè. Mij zien ze niet veel, dus aan mij kunnen ze niks zeggen. Hè. Nee, moeten bellen, dat gebeurt wel, dat ze telefoneren nog. Maar toch, als je niet buiten komt. Maar hij zal iets gaan beter, hè, als de cafés en de restaurants open zijn. Natuurlijk dat die coronatijd helemaal voorbij is. Ja. Oké, Rick, hou je gezond en tot binnenkort.